Yo, kijkers van Watchjagger, welkom bij een nieuwe tour van The Kingdom hier op Watchjagger. Ik ben Leon en vandaag laat ik jullie wat meer zien van Kingdom Zera. En ja, we hebben keihard gewerkt. Zoals jullie kunnen zien, we zitten hier in het hertogdom, het nieuwe hertogdom hier in Zera. Je kan hier al een beetje bordjes zien. Je ziet de richting naar Thornland en Silverport. En als je dus eigenlijk al een beetje weet waar Dawnguard ligt, dat is dan in het westen, dan ga je dus die kant op. Ja, je hebt het al vaker in streams kunnen zien. Ik heb zelfs al een keer een kleine spoiler laten zien in een stream. Ik weet niet meer precies welke dat was. Volgens mij was dat de stream dat wij naar Nilfenderin gingen of naar Atla. Is nog vrij recent geweest. Maar ja, in die tussentijd hebben wij heel veel erbij gebouwd. En zoals jullie al een beetje kunnen zien, er staat hier al een muur. En achter zie je al een toren. Maar je ziet hier een pad naartoe lopen. Nou, dit is eigenlijk dus de stad Silverport. Silverport is een stad die voornamelijk gaat worden gebruikt om handel te maken. Maar het is ook een thuishaven voor ambassades, handel en allemaal grote activiteiten omtrent Zera's economie. Dus als je hier al naartoe komt, is het een stad die een beetje hoger op de berg ligt. Dat zie je hier ook aan de wanden. Alles is hier vlak, zodat eigenlijk iedereen die op de muur kan staan je heel makkelijk kan neerschieten. Je hebt geen dode hoeken als het goed is. Dus stel je zou dit moeten aanvallen, dan is dit wel vrij lastig. Want je hebt ook één brug waar je eigenlijk naar boven kan. Ja. En wat het eigenlijk verder inhoudt, is dat als mensen hier dus naar boven lopen, dat ze hier dus ook al wel een gevaar kunnen hebben voor de schutters. Maar ja, eigenlijk is het dus zo dat, ondanks dat de stad dus hoger ligt, dat onze muren wel wat dunner zijn. Dus stel je gaat hier helemaal naar boven toe, je moet dus echt helemaal de brug op om naar boven te komen, naar Silverport. Ja, dan zie je het al, onze poort is nog maar één blok dik. En waarom doen we dat? Omdat dit een handelsstad is. Dit is niet een stad die we hoeven te verdedigen. Het is misschien wel heel belangrijk voor onze economie, maar het is niet de belangrijkste stad. Onze belangrijkste stad blijft Dawnguard. Goed, dan kom je al binnen en dan zie je het al. Het is hier vrij groen. En de straten zijn flink begroeid. Nou, dat komt omdat het een vrij drukke straat is. Er is geen persoon die ervoor zorgt dat alle straten mooi schoon blijven. Maar wat je wel ziet is, je komt hier binnen en je ziet hier één machtig mooi plein. Nou, je kan vanaf hier eigenlijk al de muur op. Dus we hebben eigenlijk geprobeerd te fixen dat je eigenlijk overal in de stad een optie hebt om de muur op te komen. Op dit moment zijn er twee trappen gemaakt en je ziet het al. Je kan mooi schieten op de brug en je kan de torens in. Hartstikke efficiënt, hartstikke leuk. Maar als je hier dus al de stad binnenkomt, dan moet je al snel weer even een mooie lange ronde trap naar beneden. En dan kom je op het middenplein. Het middenplein bestaat eigenlijk uit een grote boom. Met daarachter de bouwgilde. Want ja, we hebben allemaal gilden zoals jullie weten. En dan moet ik eventjes eigenlijk een slash give. Ik zit trouwens niet op de bouwsoort. Een give torch. Ik weet niet of het zo werkt. Give Caladeer torch. Oké, nou hebben we even torch. Nu kunnen we wat meer zien. Nou, je komt hier al binnen. In de bouwgilde. En dan zie je hier al flink wat bouwblokken staan. Nou, dat is allemaal voor de bouwgilde dus. Nou, die mensen komen hier. Dan hebben ze hier de vergaderzaal. Hier kunnen ze lekker chillen. Het is hartstikke leuk, lekker gezellig gedecoreerd. Eten genoeg. En dan heb je hier het kantoor van het hoofd. En die kan hier dus eigenlijk zijn opdrachten gaan aannemen. Maar ja, daarnaast hebben we natuurlijk ook een opslag nodig voor alle bouwblokken. Nou, die zit hier beneden. Dus als je hier naar beneden toe loopt, dan zie je al een gigantisch grote chestroom. Er staan hier flink wat kisten. Dus ja, stel je zit dus bij de bouwgilde, dan heb je geen angst dat je te weinig blokken hebt. Nou goed, ik kan hier ook weer naar buiten. Het is eigenlijk een open gebouwtje. En voilà, hier staat het wel. Silverport Bouwgilde. Nou, dan hebben we hier aan de overkant hebben wij onze mooie herberg. Dat is de Gierige Geit. Ik vond het wel een toepasselijke naam. Want ja, het klonk goed. Nou, je komt hier al heel snel binnen. Het is wel een beetje donker, dus we gaan even een toortje hierop zetten. Maar ja, dit is een hele grote herberg. Je kan hier gewoon beneden zitten, eten genoeg. Een lekker haardvuurtje voor je. En als je wat dingetjes wil eten, dan kan dat. Er zit ook een kelder in. Deze vond ik wel echt heel vet gemaakt trouwens. Want het is een soort van ijskelder. Als ik hier dus al binnenloop, dan zorgen daar blokken ijs ervoor die in het winterseizoen zijn gehaald. Dat dit goed geïsoleerd blijft en dat alle dranken en het vlees wat ze krijgen, dat ze dat hier kunnen opbergen. Dat is altijd wel het handige aan een kelder. En ja, boven zitten nog twee slaapkamers. Maar die ga ik deze aflevering niet laten zien. Oh, die moet wel even weg. Nou, voor de rest ga ik een beetje de buitenkant laten zien van de huizen.
En de stallen zijn we dan, of hebben we hier. Hier kunnen mensen hun paarden in kwijt. Dan hebben we hier nog een huisje ernaast, maar dan gaan we nou even niet naar binnen. Nou, je komt hier verder, dan kan je hier weer de trap omhoog. Hier zit nog een huisje die straks te koop is voor de mensen die hem willen hebben. Een kraan om meubels en hooi naar boven te halen voor het koude seizoen. Dus kan je daar allemaal mooi opslaan. Nou, hier kom je dus naar boven en dan zie je hier dat er weer een poort is, maar dat dit nog vrij vlak is. Ja. We zitten hier trouwens nog steeds op de bouwserver voor de mensen die het niet weten. Maar hier gaat straks ook nog wat komen. Dat zien jullie in een volgende update van deze stad. Want de stad is nog niet helemaal af. Maar we hebben al wel een heel groot deel gemaakt. Nou, hier is ook weer een huis te koop. Dan hebben wij hier het officierenkantoor. En hier zitten dus alle officieren van het leger. Dus stel, de generaal die wil eventjes... Wacht even, wil eventjes wat doen, dan komt hij hier. En dan kan hij dus dingen gaan overleggen. Nou, hier zie je al eigenlijk het eerste deel van de stad wat af is. Dat heb ik al kunnen fixen. Dus ja, dat is hier alweer te zien. Maar er moet nog wel veel meer bij komen. Plus hierachter zit nog een klein moestuintje voor wortels. Dus ze hoeven niet bang te zijn dat ze geen eten hebben, toch? Of wel? Nou, mooi. Dan gaan we even verder kijken. Want we hebben hier... Dit is even een eyecatcher van de stad. Dat is de ambassade van Ljord. Want Ljord die heeft een ambassade hier. Dat staat er ook wel. Officiële ambassade van Ljord / Virion. Nou, stel mensen van Ljord, want dat zijn onze allies, die willen graag bij ons komen hangen. Nou, dan kunnen ze hier naartoe, naar de ambassade. Hier zullen ook alle overleggen plaatsvinden tussen ons als zij iets willen doen met betrekking tot ons land. Ja, dan kom je hier binnen en dan heb je hier een gespreksruimte. En hier zit dan hun hele mooie wapenkamer, of hoe noem je dit? Even zien. Ambassade Armory. Armory, dat was de naam. Nou, hier heb je dan nog een soort van, diplomatenhoekje, zeg maar. Hier kunnen dus diplomaten gaan zitten, dingen overleggen, werken, dat soort kleine dingetjes, ja. Nou, dan heb je een hele mooie hal. Plus dan heb je een soldatenslaapzaal. Hier kunnen dan de soldaten slapen. En aan de overkant zit natuurlijk de ambassadeur. En dat is in dit geval Justin Koffer, die bij ons is gaan settelen. Hij kan hier mooi zijn dingetjes opslaan. En dan gaan we nog even naar beneden toe. Ja, ja, want dat is ook nog wel wat. We hebben natuurlijk ook even een kistenkamer gemaakt waar zij mooi hun spullen kunnen opslaan. Dus ze hebben hier genoeg chestroom, anvils en natuurlijk een ender chest. Ja, dan hebben ze ook nog stallen. Hier kunnen ze hun paarden in kwijt. En dan zul jij ook wel zien dat als je hier voorbij dit hek bent wat hier staat, dat het vanaf hier alleen toegang voor ambassadepersoneel. Nou, dit houdt zeg maar een beetje de eerste straat in. Maar dan komen wij nu bij het grootste gedeelte van de stad zelf. En dat is het handelsplein. Ja jongens, je komt hier aan en je ziet hier al flink wat kraampjes staan. Er staan allemaal winkeltjes. Hier is onze boekhandel. Hier staat er wel schrijfwinkel, de witte brief. Nou, dan gaan we eerst even naar de eyecatcher. Dat is de beurs. Bij ons is er een nieuwe gilde toegepast. Het is namelijk zo in het verleden geweest dat je de vijf, ambachtsgilden had. Dat is bouwgilde, visgilde, houthakkersgilde, minegilde en smidgilde. Maar we wilden toch nog even wat nieuws introduceren. En dat is in dit geval de handelsgilde, oftewel de beurs. En dit is dus officiële beurs, de Gouden Munt. En wat houdt de beurs nou eigenlijk in? Mensen kunnen hier dus naartoe gaan, kunnen hun handelsvoorwerpen hier naartoe brengen, zodat handelaren dat kunnen gaan verschepenen en gaan verhandelen. Nou, er zit nog een heel systeem achter wat ik nog een keer ga uitleggen. Maar hier zie je al wat loketjes. En dan heb je hierboven het overleggenstuk. Oftewel, hier kunnen dus de handelsverdragen kunnen hier worden overlegd. Plus dan heb je hierachter nog een mooi... Oh, hier is het nog niet echt goed verlicht. Kijk, dat is leuk als je weer even met shaders hier langs gaat, want dan zie je dat allemaal. Zo, nou prima. Nou, hier zit dan het hoofd. Dus ja, je kan hier eigenlijk alles overleggen, ja. En het is een vrij groot gebouw, er staat ook heel veel golden armor. Om te laten zien dat die handelaren geen arme troebel is. Of troep is, nou zo. Maakt niet uit. Ja, en dan hebben wij eigenlijk alle kraampjes. En hierachter kan je het al een beetje zien. Vanaf hier is het eigenlijk opgehouden. Tot en hier moeten we alles nog eigenlijk gewoon gaan ontwerpen. Maar dit is al af, je hebt hier gewoon allemaal marktkraampjes. Dan heb je hier de bakkerij. Die vind ik ook heel leuk geworden. Hier kan je dus achter gaan staan. Dan kan je dus brood gaan verkopen. Hier koekjes en taart. Dan hebben we hier een soort van opslag. Hier kan je dus nog via achter, via de... Ja, net voor het ambassadeterrein kan je hier dus nog even naar binnen en naar buiten.
Dan heb je de keuken en die vind ik heel vet. We hebben hier zeg maar een soort van baksysteem. Je ziet al wel, hier staan twee ketels. Die ketels die, hoe heet dat, daar wordt dus zeg maar het vee, of hoe noem je dat? Het graan wordt hierin opgelost. Dan wordt het hier doorgepompt naar de ovens en hier wordt dus brood gebakken. En dan zie je hier al één grote, ja, wat is het? Een grote oven eigenlijk. En ja, eigenlijk moet ik dan even slash fly doen. Zo, dan kun je het wat beter zien. En dan even snel een slash heal. Hierboven wordt het graan in met de hijskraan of met, ja, je ziet het wel, een soort van patroon. Dan kan je hem sturen met de panelen. Kan het worden gestuurd. En dan is het dus zo, hey, het wordt gebakken. Au. En eigenlijk moet ik nou zeggen dat ik verbrand ben, maar boei. Nou, hier is een hele keuken nog. Taarten worden hier gemaakt. En dan kan je hier met de trap weer naar beneden. En dan zie jij hier dus weer de winkel. Dan hebben wij ook nog een armory. Die zit hier. Die is al heel erg leuk. Daar kan je armor kopen. Dan hebben we nog een bloemenwinkel. Even zien. Ja, en zelfs nog een ezelverhuur. Ja, dat heeft echt niemand. Ezel te huren. Hier kunt u uw ezels huren voor je handel. Dat is wel leuk. Dan heb je hier dus de bloemenwinkel. De bloemende winkel. What the fuck? De bloeiende winkel. Wauw. Nou, hier, dit is lekker groen, lekker feng shui, wat jij ervan vindt. Ja, ik vind hem wel heel erg leuk geworden. En je kan hier trouwens ook naar boven. En eigenlijk alle winkeltjes hebben zeg maar een verkoopgedeelte en een woongedeelte. Hier heb je dan een hele luxe keuken zitten. En je kan zelfs nog hier de torens in. Ja, en dan heb je altijd wel een eyesight. Hier zit een, hier kan je wel zien, echt alles hierachter moet dan nog gemaakt worden. Het is eigenlijk een soort van een simpel decor tot nu toe. Maar later wordt de hele stad afgemaakt. En dan hebben wij Silverport in volledige staten volledig mooi staan. En ja, de muur gaat helemaal door. Waardoor je eigenlijk dus dit hele gebied zo kan zien. Het is een grote vooruitgang geweest voor Zera. Een nieuwe stad maken. Het kost superveel tijd. Ik denk dat ik hier nu wel, nou, bijna 3 weken volledig mee bezig ben geweest als je alle uren bij elkaar optelt. Ik bouw ook alles alleen, ik ontwerp het alleen. Het havengedeelte gaat Danny doen, maar ik doe al het woongedeelte. Dus hopelijk vonden deze aflevering een beetje leuk van de nieuwe tour. Wat er op Kingdom komt te staan, want we moeten dit nog neer gaan zetten op onze server. Dat zal vast niet zo lang duren, want we hebben een actief team. Maar hopelijk vonden jullie het leuk. Druk dat duimpje omhoog, abonneer natuurlijk op WatchJagger. En laat even de reacties achter van wat er nog misschien in deze stad terug moet komen. Want misschien gaan wij het nog wel maken. Er komt sowieso nog een huis voor Jordi te staan, want Jordi is de hertog van deze stad. Maar dat zullen we nog allemaal wel zien. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later, later.